Zit er muziek in het kloppen van je hart? Dat is de vraag in deze presentatie. Professor Hester den Ruiter verdiept zich in het herkennen en erkennen van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dat onderscheidt zich van die van mannen. We hebben een muzikus en een cardiovasculair onderzoeker in de dop. Thomas Dulfer. Nou, hij speelt van God. En hij is onderzoeker. Ja, dat komt toch gewoon ongelooflijk goed uit, gezien het thema. Of misschien was het erop bedacht, waarschijnlijk. En we hebben 4 hele dappere vrijwilligers. En ik wil graag een groot applaus geven. Want jullie gaven je vrijwillig op aan het einde van mijn vorige presentatie. En jullie hartslag wordt gemonitord. En dat dient weer als de basis voor deze prachtige voorstelling, verhandeling. We gaan ons laten inspireren. Het podium is aan jullie. Hester en Thomas. Ja. Nou, het hart staat centraal vanavond bij ons. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Dat hart, dat is echt fascinerend. Dat pompt dus als spier tussen de 5 en de 6 liter per minuut bloed door je lichaam. En dat is heel erg belangrijk, want dat hart, dat moet al onze organen voorzien van bloed. En 5, 6 liter per minuut, dat komt dan neer op zo'n 7000 liter per dag. Elke dag gedurende gemiddeld een jaar of 80. Nou, ik vond het echt ongelooflijk toen ik me dat realiseerde. En het kan eigenlijk nooit rust hebben, want het moet altijd doorkloppen. Het is heel flexibel, dus het heeft eigenlijk ook allemaal eigenschappen, nou, waar we eigenlijk wel heel erg trots op zijn. Nou, het is ongeveer de grootte van je vuist, dus bij grote mensen is het hart iets groter. En je kan het heel mooi voelen kloppen, dat ken je waarschijnlijk wel, dat je hart in je keel voelt kloppen. Dus er zit hier een hele grote slagader in je hals. En daar kan je je eigen hart heel mooi voelen kloppen. En je kan het ook bij je pols kun je het voelen. Daar zit een kuiltje. En als je daar 2 vingers op legt, voel je het heel mooi kloppen. En een van de prachtige eigenschappen, en misschien weten jullie het wel, uit nog een film uit de jaren 80. Indiana Jones en de Temple of Doom, dat de slechterik die grijpt in het lichaam van iemand, haalt dat hart eruit en dat hart blijft doorkloppen buiten het lichaam. Nou, iedereen denkt waarschijnlijk, nou, dat mooi verzonnen, maar dat is ook echt zo. Want er zit een heel klein batterijtje in dat hart, wat ervoor zorgt dat er elke keer hele kleine elektrische impulsjes naar je hartspier worden gezonden, waardoor die samentrekt en waardoor die dus eigenlijk continu blijft kloppen. Zelfs al zit er geen lichaam omheen. En over kloppen van het hart gesproken, volgens mij gaan wij nu even luisteren naar Thomas, want die heeft een fascinatie voor het kloppen van het hart en muziek. Zeker. Nou, wat je nu eigenlijk al de hele tijd hoort is mijn hartslag. Maar dan meer op de manier zoals Hester het net zei, als Indiana Jones. Ik heb hem eruit gepakt, opgenomen en in dit apparaatje opgeslagen. Dat was een eerste stap in voor mij de muziek met de hartslag verbinden. Maar ik wou dat dat verder ging. Dus ik vermoord mezelf even rustig hier. Ik wou namelijk laten zien wat er gebeurt met het hart als je een blaasinstrument bespeelt. Toen ik voor het eerst ging kijken van hoe werkt het nou eigenlijk met dat spelen en een stethoscoop op mijn borst gezet, geluisterd. Nou, er gebeuren allemaal hele gekke dingen, dus ik dacht ik moet op een manier zorgen dat ik die hartslag live kan laten horen. Nou, daar kwam deze stethoscoop uit. Dat is een elektronische stethoscoop die nu via een zender aan deze speaker is verbonden. En als ik deze aanzet, dan zul je waarschijnlijk merken dat die net wat minder rustig is dan de hartslag die u net hoorde. Of niks. Leef je nog? Ja. Ja, dat horen we goed. Half.
stethoscoop verveten doet. Maar... Ja. Mooi. Ja, en volgens mij hoorde je heel mooi dat tijdens het spelen en vooral tijdens het eigenlijk dat je adem uitblaast, dat je dan heel mooi hoort dat het hartritme vertraagt. Maar wat je vooral hoort is dat er heel veel variatie in zit. Het is eigenlijk helemaal niet gelijkmatig. En dat noemen we hartritmevariabiliteit. En dat betekent dat het hart zich eigenlijk vrij makkelijk aanpast aan de omstandigheden. En dat is dus echt een teken van gezondheid. Dus hoe flexibeler je hart eigenlijk is om wat je aan het doen bent, om dat zich daaraan aan te passen, hoe gezonder je bent. Ja, dat vond ik heel interessant. We hebben vorige week gerepeteerd en ik was heel blij om te horen dat het gezond was. Want toen ik dit voor het eerst hoorde, nadat ik uitblaas, dat het bijna voelt alsof je hart even stopt en dan weer rustig doortikt, was het toch fijn om te horen dat dus gezond is. Precies, maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je hart ziek wordt? We hebben 1,5 miljoen mensen in Nederland met een chronische hart- of vaatziekte. 50 mannen per dag, 53 vrouwen overlijden aan hart- en vaatziekte. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met onze leefstijl. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd. Zijn er hier mensen in de zaal die weten wat nou typische risicofactoren zijn voor het eerder krijgen van hart- en vaatziekten? Ja, ik hoor stress, roken. Ja, ik zie een biertje omhoog, alcohol. Ja, obesitas. Ja, niet bewegen. Ja, vet eten, diabetes, ook een hele belangrijke. Hoog cholesterol, hoge bloeddruk. Ja. Het zijn allemaal risicofactoren die eigenlijk voor zowel mannen als vrouwen heel erg belangrijk zijn. En weten jullie misschien ook wat vrouwenspecifieke risicofactoren zijn? De pil slikken. Nou, dat is wel een interessante, die laat ik even liggen, maar die kant wilde ik niet opgaan, want er zit een heel klein risico op trombose. Maar ik heb het, ja, overgang, hele belangrijke. Bekend met problemen rondom de zwangerschap. Dat is bij vrouwen een hele belangrijke, eigenlijk een soort rode vlag voor later in het leven, dat je eerder een kans op hart- en vaatziekte loopt. Bijvoorbeeld als je een zwangerschap vergiftiging hebt gehad of een hoge bloeddruk hebt gehad tijdens je zwangerschap. Er zijn ook bepaalde auto-immuunziekten die bij vrouwen veel voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan reuma of aan lupus. En die zijn heel specifiek voor de vrouwen, zorgen ze voor een hoger hart-vaatziekte-risico. En die hartspier, die moet zo hard werken om zich continu aan te passen. Die heeft zelf ook een enorm goede bloedtoevoer nodig en heel veel zuurstof. En eigenlijk de meeste problemen die te maken hebben met hart- en vaatziekten komen doordat de bloedtoevoer naar het hart toe zelf eigenlijk een probleem
aan het worden is. En een van de problemen en al die risicofactoren die we net hebben genoemd, die hebben eigenlijk een effect op onze vaatverkalking, slagaderverkalking noemen we dat. En dat is eigenlijk een proces wat gedurende het hele leven zich ontwikkelt. Dat zie je eigenlijk al bij kinderen, zie je al kleine beschadigingen in die vaatwand. En uiteindelijk kan dat ervoor zorgen dat een vat volledig dicht kan komen te zitten in je hart. En dat noemen we dan een hartinfarct. Maar wat wel interessant is, want daar zien we dus precies de man-vrouw verschillen eigenlijk naar voren komen. Er zijn eigenlijk twee manieren waarop dat grote vat, wat je hart normaal voorziet van bloed, dicht kan komen te zitten. Ze ontwikkelen allemaal slagaderverkalking in dat vat. Dat zorgt ervoor dat het vat nauwer wordt. En wat we dan bij mannen vaker zien, is dat er ontsteking in die slagaderverkalking ontstaat. En bloeding, en er zit veel vet in. En op een bepaald moment scheurt dat vat eigenlijk van de binnenkant scheurt dat open. En dan kun je je voorstellen dat er allemaal troep in de bloedbaan terechtkomt op dat plekje in het hart en de hele boel klapt dicht. Nou, daar krijg je natuurlijk problemen van. Bij vrouwen zien we dat de slagaderverkalking eigenlijk wat meer diffuser in het vat ligt. En dat het moment dat het vat dicht zit en we kijken eigenlijk naar die aterosclerose, dan zien we eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel bloeding en vetophopingen. Maar wat we eigenlijk zien is dat de bovenkant van die slagaderverkalking een beetje ruw is geworden. En er zijn bloedplaatjes op blijven kleven en er ontstaat eigenlijk een bloedstolsel op. Maar dat gebeurt eigenlijk wat geleidelijker dan dat we dat bij mannen zien. Maar dit zijn dan eigenlijk meer anatomische verschillen. Maar zien we dan ook dat vrouwen dan anders reageren op... Ja, wat voor klachten zijn er? Bij mannen weten we, nou, pijn op de borst en dat straalt uit. Hoe zit dat? Is dat dan bij vrouwen hetzelfde of is dat dan anders? Ja, nou, het is wel interessant. Ik denk dat dat inderdaad komt doordat het misschien wat langzamer duurt voordat het vat echt helemaal dicht zit. Dat je daar misschien ook langer mee kan rondlopen als vrouw zijnde. En dat je misschien dan ook andere klachten hebben. Wat je noemde bij de typische pijn op de borstklachten, die kent iedereen eigenlijk wel. Maar bij vrouwen zie je vaker eigenlijk dat ze klagen van pijn tussen de schouderbladen, misselijkheid, gespannen gevoel, vermoeidheid. En dat zijn eigenlijk allemaal klachten die heel vervelend natuurlijk ook wel een beetje bij de overgang bijvoorbeeld kunnen horen of bij algemene andere ziektebeelden. Dus dat maakt het niet heel gemakkelijk. En een tweede is dat die stabiele slagaderverkalking, daarvan dachten we eigenlijk vroeger, nou, dat is eigenlijk wel mooi, daar moet je gewoon niks aan doen. En we komen er eigenlijk steeds meer achter dat die ook hartinfarcten op deze manier, die ik net beschreven, kan veroorzaken. En daar weten we veel minder van, want we hebben namelijk veel minder vrouwen in wetenschappelijk onderzoek de afgelopen jaren bestudeerd. En mensen vragen altijd, maar hoe kan dat nou? Hoe kunnen we nou minder vrouwen in dat wetenschappelijk onderzoek dan hebben bestudeerd? En dat heeft eigenlijk een paraplu aan oorzaken, denken we nu. Een van de historische oorzaken, dus van langer geleden, en misschien weten een aantal van jullie dat nog, was natuurlijk dat er een aantal historische trauma's eigenlijk zijn geweest rondom vrouwen en medicijnen. Denk bijvoorbeeld aan het medicijn DES, wat gegeven werd aan vrouwen om miskramen tegen te gaan. Maar die kregen dochters die vervolgens onvruchtbaar waren. Softenon werd gegeven als slaapmiddel aan zwangere vrouwen die vaak ook problemen hebben met slapen. En de kinderen die natuurlijk geboren worden hadden echt afschuwelijke verminkingen en missende ledematen. En dat heeft er een tijdje voor gezorgd, zo tussen, laten we zeggen, 1970 en 1990, dat eigenlijk het idee was, laten we die vrouwen beschermen. We doen het onderzoek gewoon bij de mannen en daarna vertalen we dat gewoon door op de vrouwen. En dat heeft in ieder geval in de historie wel een rol gespeeld, waardoor er helemaal in vroege fase onderzoek er minder vrouwen zijn bestudeerd. En daarnaast merken wij bijvoorbeeld zelf dat vrouwen ook aangeven dat ze zijn vaak wat ouder dan de gemiddelde man als ze hartvaatziekte krijgen. Dat ze ook gewoon heel veel zorgtaken hebben en gewoon ook echt weinig tijd hebben om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Want soms wordt er ook gevraagd om 3-4 keer terug te komen naar het ziekenhuis. En ja, dat vraagt natuurlijk een enorme tijdsinvestering. En bij medicijnstudies zie je dat vrouwen eigenlijk ook meer risico ervaren. Dus hetzelfde gesprek met dezelfde dokter zeggen ze toch vaker, nee, ik doe eigenlijk liever niet mee. Ik vind het toch eigenlijk wel een beetje eng. En wat we ook weten is dat vrouwen sneller bijwerkingen hebben.
Dus als ze bijvoorbeeld met een nieuw medicijn zijn begonnen in een experimentele setting. En je kunt je voorstellen, als je dan bijwerking krijgt, wil je niet meer meedoen. En dan wil je gewoon uit die studie. Dus dat zijn eigenlijk allemaal redenen waardoor het op dit moment ook nog steeds ontzettend lastig is om dit hartonderzoek bij vrouwen voor elkaar te krijgen. Maar waarom is dat toch ontzettend belangrijk? Er zijn natuurlijk hele interessante verschillen tussen mannen en vrouwen. We maken daar natuurlijk altijd een beetje grapjes over. Maar we hebben andere hormonen. Dus vanaf een jaar of 8, 9, 10 beginnen jongetjes en meisjes geslachtshormonen te produceren. Meisjes gaan testosteron produceren en de jongetjes, oestrogenen produceren. En de jongetjes testosteron. En wat je dan eigenlijk bij de vrouwen ziet, is dat dat tot aan het 50ste levensjaar, hebben vrouwen menstruele cyclus en wisselingen van de hormonen over de tijd. En dan komt de overgang en ineens heb je een enorme daling van die oestrogenen. En dat gaat eigenlijk gelijk met meteen een verhoging van het hartvaatziekterisico. En toen werd er in de jaren 80 gedacht, nou laten we dan gewoon oestrogenen na de menopauze bij vrouwen geven, want dan zorgen we ervoor dat ze minder hartvaatziekten ontwikkelen. Maar dat leek toch niet zo heel erg eenvoudig, want die studies lieten eigenlijk zien dat dat weinig effect had. Dus hoe die hormonen nou precies hun werking doen en op welk moment je dat eigenlijk zou willen bijgeven, dat weten we op dit moment niet zo goed. En bij mannen, de testosteron, ik denk dat ik hier een heleboel mannen blij ga maken als ik zeg dat een laag testosteron op oudere leeftijd ook niet zo goed is. Dus als je een oudere man bent, dan is het gewoon ontzettend goed om toch nog een hoog testosterongehalte te hebben. Want als dat laag is, zien we ook dat je veel meer ontstekingsreacties in je lichaam hebt en ook veel sneller hartvaatziekten ontwikkelt. Want bij mannen of bij vrouwen is het dan de menopauze die ervoor zorgt dat die switch. Ja. Wat maakt dan dat bij mannen dat op een oudere leeftijd lager wordt? Ja, nou wat in ieder geval een hele belangrijke factor is, dat is het vetweefsel. Oh. Dus bij mannen maakt het vetweefsel een hormoon aan, dat heet aromatase. En dat zet in het lichaam testosteron om in oestrogenen. Dus als je als oudere man veel vet hebt, dan ga je automatisch je testosteron eigenlijk omzetten naar het vrouwelijke hormoon. En dat lijkt voor de meeste mannen toch niet zo'n goed idee. Maar dan is het dus eigenlijk inderdaad, oestrogeen op een latere leeftijd beschermt niet, maar bij vrouwen op de jongere leeftijd wel. Nee, ja, en aan die menopauze is eigenlijk helemaal niks te doen natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar dat vetweefsel bij die mannen, ik kijk even rond, volgens mij kan daar nog wel wat gebeuren. Heren, en dan ga ik dadelijk nog iets vreselijks vertellen over jullie geslachtschromosomen. Maar goed, daar gaan we meteen over door, want dat is natuurlijk het tweede echt biologische verschil. Aan de ene kant hebben we de hormonen, maar je bent ook geboren met een setje geslachtschromosomen. Ik XX, jij XY. Precies. Bij conceptie bepaalt de vader het geslacht van het kind. Die kan kiezen het is niet een bewuste keuze. Laten we zeggen, of de X wordt doorgegeven, dan wordt het meisje, of het Y-chromosoom wordt doorgegeven, dan wordt het een jongetje. En dat X-chromosoom, dat is een hartstikke mooi chromosoom. Echt 800 genen, echt fantastisch groot. Er worden allemaal eiwitten van afgeschreven, echt top. Ik heb er twee. En dat Y-chromosoom, ik weet het niet hoor, heren. 80 genen zitten erop. Een tiende van wat er op dat X-chromosoom zit. Ja, en er zijn wetenschappers die zeggen dat misschien wel dat uit gaat sterven, dat Y-chromosoom. Ik zal er niks over zeggen, maar dat kleine broertje wat naast grote zus X staat, die zit natuurlijk in, die geslachtschromosomen zitten in alle cellen van je lichaam. En die hebben daar, vroeger werd gedacht, nou, die zitten daar gewoon, want die hebben ooit bepaald of je een jongetje of een meisje werd. Maar nu komen we erachter dat die eigenlijk in alle cellen van je lichaam toch ook wel degelijk functie hebben. Namelijk hoe bijvoorbeeld je DNA afgelezen wordt. En we hebben zelf onderzoek gedaan, waarbij we hebben gekeken naar oudere mannen. Het is blijkbaar een hobby ergens van mij, ik weet het niet. En daar zagen we dat zo ongeveer rond de
rond de 70 jaar dat mannen een gedeelte van hun eigen chromosoom kwijt kunnen raken. Dus als je 100 bloedcellen uitsmeert, dan heb je mannen die hebben in die 100 cellen nog 100 eigen chromosomen. Maar je hebt ook mannen die hebben er nog maar 70. Dus er zijn 30 cellen die hebben gezegd, weg met dat eigen chromosoom. En mannen die dus veel verlies van het eigen chromosoom hebben, die hebben dus ook een grotere kans om hartvaatziekten te ontwikkelen. En waar kan ik dit laten meten, dat ik weet hoeveel... Bij jou speelt het nog geen rol. Je bent nog eigenlijk echt een beetje te jong. Gelukkig. En bij vrouwen zien we dat X-chromosoom, hè, dus dat X-chromosoom eigenlijk heel mooi stabiel blijft over de tijd. Daar wordt niets aan veranderd. Maar om even twee extremen te noemen, we hebben het net al even over slagaderverkalking gehad. Nu nog even twee extremen. We zijn afgelopen EK best wel geschrokken, denk ik. Tenminste, ik wel. Op de televisie. Christian Eriksen, Deense voetballer, kreeg een acute hartstilstand. Ik denk dat jullie het misschien ook allemaal hebben gezien of in het nieuws hebben meegemaakt. Weten jullie nog andere voetballers of topatleten die dat hebben meegemaakt? Ja, Nouri. Ja, Abdelhak Nouri. Ja, Danny Blind. Ja, heeft ook een kastje in zijn hart nu zitten. David Di Tommaso, die speelde voor FC Utrecht. Maar het zijn allemaal mannen. Kennen jullie ook een vrouwelijke topatleet die een hartstilstand heeft gehad? Misschien wordt er weinig aandacht aan besteed, maar het komt ook echt heel weinig voor. He, dus als we kijken naar de cijfers met topsporters, dan zien we ongeveer dat het 9 staat tot 1 is. Dus bij hartstilstanden zie je 9 mannen ten opzichte van 1 vrouw. Maar gelukkig komt het sowieso ontzettend weinig voor, want sporten is natuurlijk ontzettend gezond voor je en dit komt ontzettend weinig voor, gelukkig. En wat ook wel opmerkelijk is dat de reden dat Christian er eigenlijk zo goed af is gekomen, heeft alles te maken met hoe snel mensen erbij waren. Dat ging echt razendsnel. Ze zijn meteen begonnen met reanimeren. En je zag eigenlijk al meteen een soort van paniek dat er een defibrillator op zijn borstkas werd aangesloten. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, dat hart dat krijgt eigenlijk een schok en dat batterijtje dat staat even helemaal stil. En de hoop is dan dat het hart eigenlijk het normale hartritme weer oppikt. En eigenlijk is iedere seconde telt op dat moment. En dat, daar zie je ook de gevallen waar het eigenlijk slecht is afgelopen. Zie je dat lang heeft geduurd voordat er hulp was. Lang duurde voordat mensen realiseerden, jeetje, dit is niet zomaar een flauwte of iemand die op de grond ligt, maar hier is echt wat aan de hand. En wat we bijvoorbeeld weten, als we het hebben over hartstilstanden die bijvoorbeeld buiten op straat gebeuren, is dat bij vrouwen, dat die minder vaak gereanimeerd worden. En dat heeft weer te maken met dat mensen een drempel voelen als ze met z'n allen een vrouw die is neergevallen, om hard op de borstkas te gaan duwen. Bij een reanimatie moet je behoorlijk hard duwen. En natuurlijk om de borstkas te ontbloten. Denken mensen toch van nou, laat maar even wachten tot de ambulance er is. Want dus daar zitten misschien ook wel gewoon de sociaal-culturele rollen die wij hebben in de samenleving, spelen daar een rol. En dan als laatste, wat eigenlijk bijna alleen maar bij vrouwen voorkomt, dat heet het gebroken hartsyndroom. Vrouwen kunnen figuurlijk hun hart breken. En ja, hoezo dan? Nou, dat heeft dus eigenlijk altijd te maken met dat er een trigger is geweest, een hele emotionele gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een dierbare. Maar het kan bijvoorbeeld ook een natuurramp zijn, waar mensen hele heftige emoties bij krijgen. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat de onderkant van het hart eigenlijk een soort opblaast tot een ballon, omdat het helemaal stilstaat. En het werd eigenlijk voor het eerst beschreven in Japan. Het heet ook in de medische taal Takotsubo-cardiomyopathie. En die Takotsubo, dat is een pot, een Japanse pot, waar inktvissen in gevangen werden. Want die vlogen erin, had een smalle hals en een brede kom, en die konden er vervolgens niet meer uit.
Nou, en een voorbeeld van iemand die dat heeft gehad is bijvoorbeeld Debbie Reynolds, de actrice van Singing in the Rain. Haar dochter overleed en een dag later is ze zelf overleden aan het gebroken hartsyndroom. Nou, dat waren eigenlijk twee extreme voorbeelden. Komen allebei weinig voor, maar geven wel weer dat er tussen mannen en vrouwen interessante verschillen bestaan. En nu we het over emoties hebben, Thomas, ik weet dat jij echt enorm veel emotie in muziek kan leggen. Dus ik ben heel benieuwd. Wat er nu? Ja, toen we het hier over hadden, toen kwam eigenlijk meteen dit stuk bij mij naar boven. Het is geschreven door Syrische jazzklarinetist Kinan Asme. En in dit stuk laat hij eigenlijk zijn heimwee naar Syrië horen. Dus ja, hoe emotie kan dus het hart breken, maar het kan ook ja, heimwee vertalen. Muziek kan daar ook heel veel mee, dus daarom dacht ik, daarom gaan we dit stuk spelen. Thank you.
wonderschoon. Ik voelde het echt, echt in mijn hart. Maar, Thomas, volgens mij hebben we hier nog steeds 4 vrijwilligers zitten die... Volgens mij gaan wij maar eens proberen muziek met hen te maken, of niet? Zeker. Nou, wat we hier op het podium hebben gedaan, ze hebben allemaal een hartslagmeter om hun vinger zitten. En die heb ik gekoppeld aan een synthesizer. Dus het heet dan ook Symphony of Heart. Dus ik ga nu degene die dit experiment aan zijn gegaan, vragen hun hand ontspannen naast hun neer te hangen. En dan even voor het publiek, de jongen in de gele broek is nummer 1. En dan gaat het 1, 2, 3, 4. Dan is het heel duidelijk. En dan beginnen we even te kijken of het hart van nummer 1 het nog doet. Hij zit er nog levendig bij, dat gaan we even checken. Ah, die doet het. Mooi. Nummer 2. Ik word meteen zenuwachtig, dat hoor je. Uh-oh. Nummer 3 is dood? Nee. Oh, dat ben ik hoor, dat is niet haar hart. Nou, die doet het ook. Kijk. Yes. Ja, die gaat als een speer. Nee, hier hebben we hem. Ja, en hoe is dit klinken nou nummer 3 of nummer 4? Dit is 4. Nummer 4. Ja. Dus we kunnen nu eigenlijk gaan luisteren, hoe klinken 2 mannen nou samen? Nou, dit is dus heel mannelijk. Ja, ja. En dit is dan dus heel vrouwelijk. Klinkt wel een stuk relaxter eigenlijk. Ja. Kijk, ja, het is wel heel harmonieus. En zo klinkt het dan allemaal samen. Natuurlijk niet voor niks 2 mannen en 2 vrouwen uitgekozen. Hè? Want dat is natuurlijk het hele boodschap van vanavond. Dat we hopen dat we jullie hebben overtuigd dat het belangrijk is om zowel naar mannen als naar vrouwen onderzoek te doen. En denk vooral goed om je eigen hart. Blijf gezond. En we wensen jullie nog een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren. APPLAUS